Nederland vlagde halfstok op het bericht van de dood van prinses Wilhelmina. Gevoelens van rouw en weemoed vonden er een nationale vertolking in. 'S Middags kwam op het vliegveld Schiphol een KLM-machine uit Engeland aan, met prinses Irene aan boord, die zodra zij van de dood van haar grootmoeder op de hoogte was gesteld, haar verblijf bij de prinses van Athlone beëindigde om zich bij haar familie te voegen. Zij werd begroet door de gouvernante van de prinsessen, mejuffrouw Ingenhoes. Intussen waren onder meer op het paleishuis ten Bosch condoliantieregisters gereed gelegd. En talrijk waren degenen die de gelegenheid om op deze wijze van hun rouw blijk te kunnen geven gebruikten. Ook zeer veel Indische Nederlanders, voor wie prinses Wilhelmina zoveel betekende, gaven hier uitdrukking aan hun gevoelens. Toen prinses Beatrix, nadat zij haar reis door het Verre Oosten had afgebroken, met het vliegtuig uit Tokio arriveerde, waren de koningin, prins Bernhard en de prinsessen Irene, Margriet en Marijke naar Schiphol gekomen. Zij wachten op het ogenblik waarop ze de oudste van de prinsessen na haar langdurige afwezigheid konden begroeten. Zodra de machine op het platform tot stilstand was gekomen, ging de koninklijke familie aan boord om daar het weerzien met prinses Beatrix in de kring van het gezin te doen plaatsvinden. Buiten wachtte het publiek in stilte. Toen verscheen het hele koninklijke gezin weer. Niet een moment voor enig vertoon. Maar mogelijk was het meer dan ooit omringd door het gevoel van het Nederlandse volk dat weet dat het verlies van deze moeder en grootmoeder zo ontzettend sterk gevoeld moet worden. Prinses Beatrix nam afscheid van directieleden van de KLM en van de luchthaven Schiphol na haar lange vliegreis. Kort daarop was het moment voor de terugreis naar Soestdijk aangebroken. Op het ogenblik dat het koninklijk gezin de luchthaven verliet, schaarden velen zich voor het paleis het Loo reeds in de rij om te kunnen deelnemen aan het defilé langs de gestorven prinses. In de kapel van het paleis stond een dodenwacht naast de kist met het stoffelijk hulsel die bedekt was met de vlag. Erop lag de Statenbijbel en in het dundoek was het groot kruis van de Willemsorde gespeld. Twee symbolen kenmerkend voor het leven van prinses Wilhelmina. Steeds langer werd de rij van wachtenden die het moment verbeidden om afscheid te kunnen nemen van wie eerbied en liefde in hun leven bracht. Een koningin die haar eigen leven als van weinig tijdgenoten de vervulling van een roeping was. Ook in de andere delen van het Koninkrijk heerst rouw. In het gebouw van de Staten der Antillen heeft minister-president Jonkheer in tegenwoordigheid van gouverneur De Brot prinses Wilhelmina voor de statenleden herdacht. Aan het slot van deze bijeenkomst eerde men de prinses in stilte. Ook in Paramaribo gaven de bij het gebouw van de Staten halfstok gehesen vlaggen de stemming weer die in het hart van de Surinamers leeft. Het grote plein voor het gouvernementspaleis, dat zoveel betuigingen van aanhankelijkheid aan het Huis van Oranje te zien heeft gegeven, verheugt zich in het bezit van een monument dat de regeringsperiode van koningin Wilhelmina in de herinnering levend houdt. De velen die het monument passeren, zullen in deze dagen de blik gericht houden op dit beeld van haar die nu in het verre Nederland is heengegaan. Van het paleis het Loo wordt het stoffelijk hulsel overgebracht naar Den Haag. Velen zijn gekomen om afscheid te nemen van de beminde vorstin die nu voorgoed haar paleis verlaat. Een fanfarekorps speelt volgens de wens van de overledene het lied van Waldeck als een eerbetoon aan wijlen haar moeder, koningin Emma. Een dichte mist lag de volgende dag als een grijze lijkwade over Den Haag, waar honderden in de vroege morgen defileerden langs de kist
die in de voorhal van het paleis Langevoorhout was geplaatst. Velen legden in het voorbijgaan eenvoudige bloemen neer. Zijn koninklijke hoogheid prins Bernhard had naast de baar de dodenwacht betrokken. Hij was de eerste van de adjudanten, grootofficieren en kamerheren die om het uur werden afgelost. Aan de voet van de baar stond een krans in de vorm van een margriet die de hulde van de organisatie van oud-stoottroepers vertolkte. Uit het paleis Langevoorhout zal de prinses naar de kerk in Delft worden gebracht, waar zij te midden van de Oranjes ter ruste zal worden gelegd.